Dames en heren, kijkers, DVS TV. De laatste wedstrijd van DVS 33, dat was tegen ACV. Dat was een ongelofelijke topper. Dat was voor de competitie. Ja, we hebben daarna natuurlijk tegen Klooster A nog even gespeeld. Maar ACV, als dat vanmiddag ook zo zou zijn, Jan, dat zou wel heel prettig zijn. Ja, graag. Ja, graag hè. Ja, inderdaad. Maar we spelen tegen Urk, we spelen niet tegen ACV. We spelen tegen een lastige tegenstander, denk ik, Jan. Denk ik ook, ja. Ik heb zelf eigenlijk een beetje aangegeven dat het op Staphorst lijkt. En we hebben zelf gezien hoe lastig het tegen Staphorst gehad hebben eigenlijk. Dus we kunnen vandaag onze borst gewoon weer nat maken op de ouderwetse manier. Dus. Ja. En de ouderwetse manier, dat is welke manier is dat? Wat DVS betreft, zeg maar? Nou, ik denk dat wij wat dat betreft best onderscheidend voetbal spelen. En dat zit hem met name in de manier. Op de momenten eigenlijk dat we de bal niet hebben, de manier waarop we met z'n allen proberen die bal zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk proberen te veroveren. Met heel veel ruimte achter onze laatste linie. En op de momenten dat we de bal hebben, dat we gewoon ons ding doen. En dat wil zeggen, goed positiespel spelen, de goede jongens voorop één op één zien te krijgen. En van daaruit gevaarlijk worden. En dat lukt vrij aardig. Die jongens die hebben hun ding al behoorlijk eigen gemaakt. Ik heb diverse trainingen gevolgd van jou. En dan valt het me op, dat in tegenstelling tot heel veel trainers, dat jij niet of nauwelijks tijdens een partij, hè, zo'n slotpartij op donderdagavond, weinig onderbreekt en zegt van, nee, jongens, dat doe je niet goed, je moet die andere kant op draaien of wat dan ook. Maar je laat het spel het spel. Ja, nou ja, je wilt eigenlijk dat ze zelf oplossingen verzinnen in het veld. En op het moment dat ik op trainingsavonden constant dat spel stilleg, ja, dan krijg je A, geen tempo in de partijen. En B, zoveel tijd om na te denken heb je op zaterdag ook niet. Dus ze zullen het tijdens die partijen zelf op moeten lossen. En we geven wel dingen aan in het voorbijlopen, maar... Heel veel stilzetten zullen we het inderdaad niet, nee, dat klopt. Ja, oké, okay, nou, Joran van Zanten had ik gisteren even in mijn uitzending op zijn 06. En hij begreep wel dat de kans vrij groot was dat hij er niet in zat, omdat Richard Terpstra weer terug is, hè? Ja, klopt, ja. Nou ja, ik heb het ook wel van tevoren bij Joran aangegeven. Ik vond ook dat hij dat verdiende. Die jongen heeft het eigenlijk uitstekend gedaan en we zijn eigenlijk hartstikke tevreden over hem. Alleen, zulke dingen horen ook een beetje bij voetballen. Kijk, Terpstra is natuurlijk een heel ervaren jongen, een goede voetballer. Kan prima samenspelen met mijn heer en is met name in het verbale een stukje verder dan dat Joran is. En ik heb wel bij Joran ook aangegeven, joh, de club is hartstikke blij met je. Ze willen dolgraag met je verder, ik wil dolgraag met hem verder. Maar die jongen die snapt uitstekend waar hij vandaan komt. Het is maar weinig jongens die vanuit de Ajax komen gegeven om direct bij een hoofdklasse op dat niveau mee te doen. En dat is toch knap van die jongen. DVS 2 heeft met 6-0 gewonnen van SSC Putten 2. Ik teken voor zo'n uitslag vanmiddag tegen Urk. Ik voor 1-0 ook. Ja, 1-0 ook goed. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes. En dames en heren luisteraars, geniet hiervan. Geniet van DVS TV. TV-kijkers, de wedstrijd tussen DVS 33 en Urk. Altijd staat dat borg voor toch wel enerverende pot voetbal. En de bal rolt, in dit geval wordt die gekopt door Stefan de Geijter. En via Ali Akla gaat de bal over de zijlijn en mag Urk gaan ingooien. Komt die bal. Indraaiende. En Daan Huiskamp zit mis. En toch weer door goed storend werk van Christian van der Kamp. Die weet die bal namelijk te blokken. Dat schot van een van de Urkers. Weer een gevaarlijk moment. DVS bepaalt niet
tof begonnen. Daar komt het volgende gevaarlijke moment van Urk. Hier moet Davies even goed aan wennen. Komt dat schot. Maar Roald de Vries kan in samenwerking met Edmund Meijenheer voor opruiming zorgen. Richard Terpstra, diepe bal op Christian van der Kamp. Maar daar kan koppend Klaas Kramer voor opluchting zorgen in de defensie van Urk. Ook als Sorkan naar Ali Akla. Daar gaat daar voor het eerst de tegenstander voorbij. De tegenstander die ligt op de grond. Ali met een scherpe voorzet, maar iets te scherp bereikt Christian van der Kamp niet. Daarentegen wel de keeper van Urk. Daar ligt Richard Terpstra. Kermend van de pijn op de grond. En misschien kan daar nog een Urker bij. Maar die maakt denk ik toch een overtreding. Ten opzichte van Yassin Koet. Daar moest Davies toch wel weer even alle zeilen bij gaan zetten. Daar aan de rechterkant komt die bal ongetwijfeld voor. Maar dat wordt bijna een prooi voor Daan Huiskamp. Hij kan nog maar net met één hand erbij. Waardoor toch Urk balbezit blijft houden. En daar komt ongetwijfeld weer een knal. Maar Daan Huiskamp die kan daar voor redding zorgen. En Richard Terpstra die kan denk ik toch niet verder. Heel erg jammer voor hem. Hij heeft een blessureperiode gehad. Maar nu wordt het hem denk ik toch te veel. En ik denk dat Joran van Santen dus vrij vlot mag gaan invallen hier. En hier, u hoort het op de achtergrond, wordt aangekondigd. Joran van Santen, die de afgelopen wedstrijden daar prima op die positie heeft gespeeld. Die mag gaan invallen voor Richard Terpstra, die geblesseerd dus weer het veld moet gaan verlaten. Heel verlaten. Heel jammer voor Richard Terpstra. Leuk voor Joran van Santen natuurlijk. Maar het was niet helemaal de bedoeling van de trainer natuurlijk. Nu, DVS, gaan we eens even kijken of ze zich kunnen herstellen. Stefan de Geijten, die paast hem, maar die paas mislukt. En kan Ali Akla absoluut niet meer bij. Maar toch, vergist zich daar. Ja, dat is een penalty. Ja, Ali Akla. Oh, verdediger van Urk, die vergist zich daar volledig. Die denkt, die bal, die laat ik echt mooi rustig achterlopen. Maar Ali Akla, die dekselse Ali Akla, die is zo snel. Die komt toch nog weer net voor hem langs. Die weet die bal toch weer eventjes mee te tikken, zeg maar. En hij krijgt ook een tik van achteren. En de scheidsrechter, ja, die kan niks anders doen dan naar de stip wijzen. Volkomen terecht. Een penalty voor DVS 33. Nou, dat is toch wel een heel raar begin van deze wedstrijd. 14 minuten gespeeld. Urk de bovenliggende partij. Maar DVS kan hier op een 1-0 voorsprong komen als Maurice de Ruiter zijn kopje erbij houdt. Meestal stopt hij even in de aanloop en kijkt naar de keeper. En hij schiet hem er niet in. Die bal die komt via de paal, komt hij het veld weer in. En zo blijft de stand hier 0-0. Zeer vreemd begin van deze wedstrijd tussen DVS 33 en Urk. Oh, dat is een pittige overtreding. Ja, inderdaad, de scheidsrechter die moet hier gewoon de eerste gele kaart gaan trekken. Dat is in dit geval voor Benny Dunning, de verdediger van Urk. Het is echt een hele opwindende gedoe hier in Ermelo. Want we spelen 16 minuten. DVS was echt een tijdje in de verdrukking. Ali Akla die dacht, ik kan die bal misschien toch nog pakken. En de verdediger van Urk was net te laat. En die haakt Ali Akla. Dat betekende dus een penalty. Maar die penalty die is niet benut geworden door Maurice de Ruiter. Ja, en daar vergeet DVS dus die 1-0 voorsprong te nemen. Het zou eigenlijk absoluut niet verdiend zijn geweest. Want Urk is hier tot nog toe absoluut de bovenliggende partij. Heel vreemd om naar te kijken. Maar nu misschien toch een vrij. Oh, dan laat de keeper de bal los. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Omdat die keeper de bal loslaat. Christian van der Kamp was er wel bij. En die keeper die zegt, ja, maar ik werd gehinderd. En als een duffeltje uit een doosje. Natuurlijk Daniel van Warven. Wie anders? Die scoort daar de 1-0. In het voordeel van DVS 33. Jongen. 17 minuten hebben we hier gespeeld. Een hele knotsgekke wedstrijd. Urk de bovenliggende partij. Maar DVS een penalty gemist. En nu de 1-0 makend. Ja, heel raar. Dames en heren luisteraars van Veluwe FM ook. U hoort hier natuurlijk een beetje een gelukkige verslaggever. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Deze voorsprong is niet of nauwelijks verdiend te noemen. Maar geeft DVS misschien nu toch wat meer lucht. U hoort het, Daniel van Warven. Dat was de doelpuntenmaker. En de sfeer begint er hier weer lekker in te komen. Het wordt weer een fantastisch middagje, denk ik, hier in Ermelo. In de wedstrijd tussen DVS 33 en Urk. Daar gaat Ali Akla weer daar aan de rechterkant. Ik kan geen moment stoppen. Oh, daar komt weer water in. Oh,
Daniel van Warven die had hem voor het inschieten. Maar die schiet de bal net boven de lat. En zo blijkt het toch 1-0. Jongen. Die Ali Akla daar aan de rechterkant ging er weer als een speer vandoor. En Daniel van Warven kreeg via een verdediger de bal voor zijn voeten. Voor zijn schietgrage voeten. Maar die plaatst de bal net over de lat. En blijft hier voorlopig dus 1-0. Joran van Santen die bereikt daar toch weer Stefan de Geijter. Prachtig paasje van Joran van Santen. Stefan de Geijter komt. Die bal die gaat via het hoofd van een van de verdedigers van Urk over de achterlijn. En zo krijgt DVS hier een hoekschop. Nou, de eerste 10 minuten zou je kunnen zeggen. 12 minuten, die waren overduidelijk voor Urk. En hier nu langzaam maar zeker begint DVS 33 toch warm te lopen. Of het nou met het weer te maken heeft, ik weet het niet. Maar of dat Urk een wat betere warming-up gehad heeft. Maar Urk kwam duidelijk beter uit de kleedkamer. En DVS staat wel met 1-0 voor. Komt die bal daar mooi indraaiende. En de keeper die kan daar de bal toch wegstompen. En Urk kan daar balbezit krijgen via een van de verdedigers. Maar direct storend werk van Ali Akla. Ali Akla die toch, jongen, ja, wat mooi. Ja, nou, wie? Hey, ja hoor. Hopsa, Christian van der Kamp. Kopballetje van Maurice de Ruiter. Die kopt hem door en Christian van der Kamp die is er natuurlijk als de kippen bij om die bal erin te krijgen. Jongen, wat een rare wedstrijd is dit. Komt de bal voorzet. Ik wou net bijna zeggen, die bal die gaat erin. En het was natuurlijk weer die Teun Hakvoort die daar lastig was. En Edmund Mijnheer, ja, die krijg je niet zo heel gauw ondersteboven. Maar zelfs die ligt op de grond met zo'n verschrikkelijk sterke persoonlijkheid als Teun Hakvoort. Komen ze weer. Urk lijkt zich nu langzaam maar zeker een beetje te gaan herstellen. Marinus Snoep die probeert daar die grote sterke. Ja, en daar heeft Teun Hakvoort weer balbezit. Hij zet de bal voor. En oh, wat een ongelofelijke grote kans. Hoe kun je deze kans missen? Hij had Urk hier natuurlijk nu niet naast DVS, maar op een 2-1 achterstand kunnen brengen. En hij kan zijn gezicht wel helemaal verbergen. Dit is echt, denk ik, een van de grootste kansen die hij ooit in zijn leven heeft gehad. Gerrit Tol was het in dit geval. Ja, misschien heeft hij toch een beetje te hard gewerkt. Ik herinner hem mij van Ajax. En ik zag hem nog wel eens op dat dak of zo. Volgens mij is het een of andere dakbedekker. Maar goed, hier mikte hij een beetje te hoog. Hij dacht, ik plaats hem hoog in het dak. Maar ja, hij is op het dak van Huizen is hij misschien wel wat beter dan nu met deze doelpoging. En nu daar Ali Akla, die niet zo heel erg makkelijk langs de tegenstander komt. Daar had die tegenstander van ACV wat meer moeite mee. Ook aan Soykan. Die gaat een combinatie aan met Christian van der Kamp. Maar Christian van der Kamp wordt steeds behoorlijk op zijn huid gezeten door Dunning. En er komt daar weer een lange bal in de richting van de doelman Daan Huiskamp. Die, ja, kijk, dat is dan toch Urk. Dat is William de Boer. Ja, toch aarzelend uitkomen van Daan Huiskamp. Hij dacht, nee, ik ga terug. Ik ga terug. Maar nee hoor, dat had hij dus niet moeten doen. Hij had denk ik toch gewoon door moeten lopen. En William de Boer was er als de kippen bij om die bal gewoon eventjes achter Daan Huiskamp te plaatsen. En zo brengt DVS zichzelf dan toch weer een beetje in moeilijkheden. Staan natuurlijk met 2-0 voor. Nogmaals, de verdediging van DVS, ik voorspel het al, die blijft het gewoon moeilijk houden. En zeker nu ook weer. Ja, het moet mij niet. Die kopt nu wel goed. Robert de Vries brengt hem in de richting van Christian van der Kamp. Die bal kan niet echt goed worden weggewerkt door Urk. En op lichaamskracht bijna weer balbezit van Urk. Maar oh, dit is een hele vieze overtreding, scheidsrechter. Van de nummer 19. Ja, die zegt, oh, kinderachtig. Ja, Urk die pakt heel makkelijk gele kaart. Tweede gele kaart. Ja. Hupsa. Inpakken, wegwezen. God. Niet normaal, man. Jezus.
Ja, ja, het is hier even dikke opwinding, want hier valt de tweede gele kaart voor weer een ongelooflijk pittige overtreding van Hesselsnoek. Ja, het zit in hun spel, maar ja, hij wordt hier werkelijk uitgejouwd door het publiek en volkomen terecht, want het zijn gewoon aanslagen die gepleegd worden. Ja, ik zie daar natuurlijk Edmund Meijner ook mee naar voren komen, maar ja, Teun Hakvoort die staat daar ook in het strafschopgebied en die krijgt daar de bal, die Urker. Nu Yasin Koet. Yasin Koet kopt hem rustig terug op. Roald de Vries komt ongetwijfeld daar weer de bal. Nee, die gaat even terug naar Yasin Koet en de scheidsrechter vindt het genoeg. 2-1 staat het hier in een zeer opwindende eerste helft van deze wedstrijd tussen DVS 33 uit Ermelo en Urk uit Urk. En met een ruststand van 2-1 zoeken beide teams de kleedkamer op. Tweede helft staat op het punt om te beginnen. Na die zeer enerverende eerste helft, waarin DVS eigenlijk de eerste kwartier niet of nauwelijks aan het voetballen toekwam. Urk wacht rustig de boel op. Gokt natuurlijk op dode spelmomenten. Zal DVS rustig laten komen. Prachtige actie, Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter laat zich daar vallen of valt. Gewoon onhandig. Nu schot. Ja, ja, ja. Yasin Koert. Tikkie terug van Maurice de Ruiter. En Yasin Koert met een technisch fantastisch schot. Heel mooi. Lekker laag. De bal scheert over het kunstgras. En de stand is hier 3-1 in het voordeel van DVS 33. Komt ongetwijfeld een hoge bal weer in de richting van Teun Hakvoort. Hallo, ik heb het doelpunt, Piet. Ja, daar kan Daan Huiskamp maar net bij. Nu kan DVS misschien heel snel eruit komen. Ook aan Sorkan. Ook aan Sorkan, bal aan de voeten. En bereikt daar Ali Akla. Die tikt hem even terug op Daniel van Warven. Kan de bal daar net niet onder controle krijgen. Ja, Stefan de Geiter. Met een mooie voorzet daar op de inkomende. Oh, Christian van der Kamp via de buitenkant van de paal. Weet hij daar net niet de 4-1 aan te tikken. Maar een hele mooie loopactie van Christian van der Kamp. Echte spitse actie. Had ook echt een spitse doelpunt moeten en misschien wel kunnen zijn. Stefan de Geiter. Weer een heel mooi balletje. Stefan naar Christian van der Kamp. Nog steeds balbezit Christian. Verlicht het spel naar Okan Sojkan daar aan de linkerkant. Gaat de combinatie aan met dat zou wel een heel mooi doelpunt zijn hebben kunnen worden van Maurice de Ruiter. Ali Akla, heel mooi op inzet. En weer een vreselijk vervelende overtreding van de nummer 17, Rikert Jan Brands. Ja, het is toch echt... Een heel risicovol spelletje wat Urk speelt. Scheidsrechter neemt dat over en Daan Huiskamp mag die doeltrap gaan nemen. Roald de Vries. Ik heb het al eerder gezegd, DVS moet dit slim uit kunnen spelen natuurlijk tegen 10 man. En och, weer een vervelende overtreding van een speler van Urk. Ik denk dat hij daar de tweede gele kaart gaat krijgen, Dunning. Ja, de scheidsrechter zal dat natuurlijk ook constateren. En Dunning denkt, ja, ik loop alvast naar de kleedkamer. Rode kaart voor Dunning. En je ziet het gewoon van tevoren aankomen. Die jongens die doen het zichzelf aan. Wat is dit dom? Deze ploeg heeft dat absoluut niet nodig. Naar Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter wacht de nummer 3 op. Een mooie beweging. En hij is dan in één keer langs. Gaat het strafschopgebied in en poeiert die bal werkelijk schitterend laag in de rechter benedenhoek. Ja, hele mooie actie van Maurice de Ruiter. De manier waarop hij wachtte hem gewoon op. Dat was in dit geval dus de nummer 3, Gert-Jan Nagel, de invaller. De wisselspeler van Urk. En die werd dus eigenlijk een beetje te kijk gezet door Maurice de Ruiter. Dat kan die. En vervolgens poeierde die bal laag in de rechter benedenhoek. 4-1. Nu is natuurlijk de stand wel helemaal erg duidelijk. Het zal wel niet veel blessuretijd bij zijn of zo, denk ik. Oké. Jo. Prachtig schot van Mike Arends. Na een mooie beweging.
Ja, toch weer een gedenkwaardig potje geweest hier in Ermelo tussen DVS en Urk. Waarbij het eerste kwartier DVS volkomen onherkenbaar was. En Urk, DVS dreigde te vermorzelen door hun lichaamskracht. En daar weer een prachtig schot van Daniel van Warven. Die tekent zijn tweede doelpunt aan. Daniel van Warven die toch zijn stempel ook langzaam maar zeker op DVS drukt. Met heel veel beweging. Altijd veel beweging. Hij is werkelijk overal aanwezig. En nu beloont hij zichzelf weer met een doelpunt. Scheidsrechter fluit hier voor de laatste maal. Wij hebben gekeken dus nogmaals naar een enerverende potvoetbal. Waarbij Urk zichzelf niet heeft beloond door twee rode kaarten te krijgen. En het DVS eigenlijk uiteindelijk heel makkelijk maakte met een 5-1 overwinning voor de geel-zwarten.